Nee, ik dacht ook dat het over was. Ik was al aan het kijken wat ik een auto zag staan. Maar we zijn wel altijd blijven rijden in onze groep. Maar dan had ik nog steeds niet gedacht toen we dat we gingen terugkomen. En toen we terugkwamen had ik het best al wel gehad. Hoe goed heb je je gevoeld vandaag? Ja, niet zo goed. Ik denk, zoals ik dat straks ook al zei, dat ik de decompressie misschien een beetje onderschat heb van de ronde in Roubaix. Maar ik denk dat ik dan als ook wel eerlijk genoeg ben dat ik zelfs met die benen hier Pogacar niet ga volgen. Op de Redoute, hoe groot verwacht je dan nog de kans dat je alsnog op podium eindigt? Nul. Ik heb heel de dag niet gedacht om op podium te eindigen, dus ik ben ook heel blij met dat podium. En, ik heb wel heel vaak op de klimmen mijn eigen tempo gereden, zodat ik zeker niet over de limiet ging. En daardoor kom ik uiteindelijk ook in de groep die voor plek 3 sprint. Ja, valt er een last van je af? Is het batterijtje een beetje op, zeg maar? Ja, dat was het misschien al naar Roubaix. Mensen zien dat niet, maar het is toch al van voor het WK veldrijden dat ik ermee bezig ben. Het is niet omdat ik niet in koers ben dat ik niet hard aan het werken ben. Dus het is toch wel een lange periode geweest. En uiteraard weer heel succesvol dat voorjaar. Ik kan alleen maar tevreden zijn, maar ik ben wel blij dat de riem er even af gaat nu. Klopt het dat het nog niet besproken is wat je nu gaat doen? Dat het überhaupt nog niet ter sprake is gekomen bij jullie? Nee, dat klopt. We hadden daar vooraf ook zo gezegd dat we het er niet over gingen hebben tot na Luik. Dus het zal nu de periode zijn waar we knopen moeten doorhakken voor de zomer. Toen je daar stilstond, 20, 30 seconden, wat gaat er dan door je heen? Want het moet een machteloos gevoel zijn. Ja, niet veel, want je kan niet veel doen op dat moment. Ik was eigenlijk net naar achter gegaan omdat ik mijn beenstuk en mijn handschoenen wou uitdoen. En ja, ineens was de massale valpartij en was de weg dicht. En ik had meteen er al wel vrij snel door dat het heel moeilijk ging zijn om terug te komen. Zelfs onmogelijk, dacht ik. Maar op een gegeven moment denk ik dat Bahrein het laatste gatje heeft toegereden op de Haute-Levée. En ja, zo ben ik terug in koers geraakt. De derde plaats, is dat het hoogst haalbare voor jou in dit deelnemersveld? Ja, zeker. Zeker met de wedstrijd van vandaag. Ik heb nooit het gevoel gehad tot de laatste 5 kilometer dat ik hier nog op het podium ging staan. Dus ik ben er heel blij mee. Hoe hard snakt een mens als Mathieu van der Poel nu naar vakantie? Toch wel. Zoals ik net ook zei, ik denk de ronde in Roubaix, de decompressie die ik had, is misschien wel iets groter dan ik had gehoopt voordien. Maar ik denk dat dat ook niet abnormaal is en dat dat wel mag. Laatste vraagje, is het een wedstrijd waar je in de toekomst nog terugkeert, echt met het idee om te winnen? Ik wist dat het moeilijk ging zijn en ik denk dat hij vandaag ook heeft laten zien dat, dat het heel moeilijk gaat worden. Zo niet onmogelijk, maar ja, je weet het nooit, misschien in de toekomst nog eens.